Ja, dat had gekund. Natuurlijk is mijn relatie met Ronald heel goed. Alleen, ja, je praat wel over twee verschillende teams. Met allebei hun eigen kwaliteiten. We hebben de wedstrijd wel gezien, Manchester City-Everton. Dus we hebben wel heel veel wedstrijden geanalyseerd en gekeken wat zij gedaan hebben tegen een aantal tegenstanders. En daar maak je uiteindelijk je eigen plan in. Dus uiteindelijk heb je Ronald niet nodig gehad? Nou, niet nodig. Ik bedoel, Ronald is coach van Everton en ik ben coach van Feyenoord. En dat is, ik heb hier een hele goede staf waarmee ik samenwerk. En dat, dus daar hebben wij zeker geen reden toe gezien om Ronald te bellen. Is Manchester City in jouw ogen het meest aanvallende team wat er eigenlijk in Europa rondloopt? Ja, ze kunnen heel, heel aanvallend spelen. En je ziet ook gewoon in alle wedstrijden die ze spelen dat ze hun eigen spel willen spelen altijd. En zich ook aanpassen aan de tegenstander, hoe die staat. En het is natuurlijk een team wat heel goed samen kan spelen met het ritme van de bal en met dynamiek in het team. Ja, ik denk dat er weinig teams zijn in Europa die hetzelfde kunnen brengen.